Ben je lid van de VARA en abonnee op de VARA-gids, dan geniet je natuurlijk nog meer van al die fraaie VARA-programma's. Dat komt door de alles op één rij-indeling van die VARA-gids. Overduidelijk, zonder gebladeren. Als je mee wilt genieten, dan word je ook lid en abonnee op de VARA-gids. Dan pak je meteen onze speciale aanbieding mee, 15 gidsen voor een tientje. Bellen mag nu 035 711 911. Bij het derde deel van de Knockout Show. We zitten nog steeds in Willemstad. En daar staan de laatste acht voor die finale. Op weg naar die wereldbol. Ja. Astrid, kom hierheen. We spelen met jou een spel op het kopje. En jij krijgt de vraag en je zegt ja of nee. Ja, natuurlijk mag je even je laarzen uitdoen. Dan sta je wat makkelijker. Zoek even je balans. Ga even goed kijken dat je goed staat. Heb je hem ongeveer te pakken, denk ik? Als ik ja zeg, dan gaan we beginnen. 1, 2, ja! De Nederlandse musical Ping Ping werd geschreven door Guus Vleugel. Nee. Klopt, Vlissingen is de grootste vissershaven van Nederland. Nee. Goed, Nederlandse Antillen liggen in de Caribische Zee. Ja. Klopt, een giraf heeft 14 halswervels. Nee. Goed, zijn er 7. Prins Bernhard is jarig op 29 juni. Nee. Dat is ja. Een controleur van de metro noemt men een metronoom. Nee. Heel goed. Bier wordt gemaakt van gist en tarwe. Ja. Nee, dat is van hop en gers. Het boek Badje is geschreven door Anne de Vries. Ja. Dat is goed, 5-5 wordt. Oh! 6 vragen, goed! En 30 seconden blijven staan. Uitstekend, Astrid. Peter, kom hier. En Astrid, kom bij mij staan, kom bij mij staan. Gaan we kijken hoe Peter het doet. Peter, zoek ook even je balans. Ja, zeg, gaan we beginnen. Ja, 5-5 wordt gepresenteerd door Frank Kramer. Nee. Dat is goed, Joop Daalmeijer is de president. Oh, daar gaat hij al. Ja, jij hield me vast, dus dat mag officieel niet. En hij heeft er 1 goed maar. En kom hier bij mij staan. We hebben daar in de auto zitten Hans Schouten. En Hans Schouten die gaat over die schans heen. En probeert te springen naar de overkant. Komt hij helemaal aan de overkant, ja of nee? Als jij het de eerste keuze. Ja. Jij zegt ja? Nou, dan ga je bij ja staan. Dan is Peter of nee. En dan gaan wij kijken hoe het handschouder gaat met de auto. Nou, dan gaan we beginnen met die stunt van Hammy de Beukelaar, want daar hoort handschouder bij. Hans, als je zover bent, kom op, springen! Dan neemt hij zijn aanloop en haalt hij helemaal de overkant. Daar gaat hij. Oh nee. Oh nee. Recht de baaien in. Goed, voor jou was dit de Knockout Show. Hartstikke leuk dat je erbij was. Daar, tot ziens. Nou Peter, hartstikke goed hè. Slecht op het kopje gedaan en toch verder gekomen. Gebeurt wel meer, we zien jou straks weer de laatste 4. En daar zien we nog de wagen in het water.
Daar is Hans Schouten boven. En de auto is onder. De overkant niet gehaald en ik ga even lekker gaan zwemmen. Norbert, kom op. De volgende. Ga op het kopje staan, zoek je balans. Andere kant op graag. Even draaien. Rechts, naar de mensen toe. Denk je dat je het ongeveer hebt? Nou, daar gaat hij. En ja, Napoleon werd geboren op het eiland Sardinië. Nee. Klopt, Joop Daalmeijer is presentator van Achter het Nieuws. Nee. Dus ja, de mens heeft 24 ribben. Nee. Dus ja, Frans Beckenbauer is trainer van het Oostenrijkse elftal. Fout. Nee, dat klopt. Grace Jones speelt de vrouwelijke hoofdrol in de nieuwste James Bond film. Ja, juist, Staalmeesters, schilderij van Frans Hals. Ja. Nee, van Rembrandt. De Nederlandse premier zetelt in het Katshuis. Ja. Klopt, Saltbommel ligt aan de Lek. Nee. Juist, ligt aan de Waal. One day is enough. Oh! Nou. 4 goeie en 30 seconden blijven staan. Fantastisch. Joost, met Donald Duck. Alleen, ga staan. Zoek gauw je balans. Oké, als ik ja zeg, gaan we beginnen. Ja, One Day is Enough is een hit van Frank Boeiengroep. Nee, klopt. Kim Wilde is de dochter van de zanger Marty Wilde. Ja. Juist, een waterpoloploeg bestaat uit 11 spelers. Nee. Klopt, Prinses Margriet is in Canada geboren. Nee. Ja, Den Burg is de hoofdstad van Vlieland. Nee. Juist, van Texel. Eekhoorntjes brood is een paddenstoel. Ja. Dat klopt, de Belgische vlag bestaat uit zwart, geel en rood. Ja. Goed, Jacob Katz. Oh, en daar gaat hij eraf. En hij heeft 27 seconden. En 6, goed. Ja, een mindere tijd, maar meer vragen goed. Dus Joost heeft de eerste keus in het volgende spel. En heren, blijf even hier staan. Ik loop even naar ons volgende spel toe. En kijk eens wie we hier hebben aan de start. Tony Eijk zelf. Ja, u mag best even applaudisseren voor deze man. Die al zoveel bekende tunes voor de televisie heeft geschreven. Tony, jij moet het zo opnemen tegen een bekende tegenstander. Ik zal nog niet zeggen wie het is. Maar het is een goede vriendschapstander, maar op de weg zijn we toch wel... Het wordt vriendschap er niet bij. Ik weet, hij heeft hard gebreven in de Pyreneeën, dus het gaat heel moeilijk worden voor mij. Jij. En dan zal ik nu zeggen dat het IJf Blokker is, de tegenstander. En ook voor IJf de handen op elkaar. Een van de aardigste artiesten uit Nederland. Ja, absoluut IJf. Ja, je hebt gelijk hoor. Ik moet tegen Teun rijden. Ja, dat is vreselijk. Hij zit altijd al in het wiel, dus ik kan die ook wel weer. Hij zegt ook dat hij niet getraind heeft, hè, maar... Nee, dat heeft hij ook niet. Nou, misschien stiekem toch wel. Stiekem, ja? Want hij wil natuurlijk niet van me verliezen, maar hij verliest sowieso. Dat weet ik zeker. Het is nou eenmaal geen goede coureur. Nee? Nee. Het wordt een wedstrijd. Zuur plas, dat gaat het worden tussen beide heren. Over een afstand van 15 meter. Daarvoor moet ik nu even terug, voordat jullie van start gaan, terug naar de kandidaten. Want nu wil ik horen op wie zij gaan gokken. Joost had de meeste vragen goed. Joost, wat denk jij? Wint IJf Blokker ja of nee? Nee. Jij zegt nee. Dan ga jij bij nee staan, Norbert op ja. En dan gaan wij kijken of IJf Blokker het wint van Tony Eijk. Heren, als u klaar bent, dan zeg ik ja en begonnen. Zuurplas, dat betekent langzaam vooruit. En wie het eerste aankomt, dat is natuurlijk de verliezer. Het gaat erom om het laatste aan te komen. Kijk, en die Eijk die is fanatiek hoor. Het is vreselijk moeilijk om stil te blijven staan en daarom gaat het heel langzaam vooruit. Het is een semi-surplus. Het is moeilijk te zien wie er nu voor ligt. Ik wacht even, ik ga wel even 5 minuten weer vlak. Oh, en daar valt hij, Tony Eijk. En hij moet op de plek waar hij gevallen is, moet hij weer opstaan. Hoewel. Ah! Ook IJf kwam even aan de grond. Daar gaan ze weer. Oh. Ja, Tony Eijk.
is als eerste over de streep. Hij viel ook en dat wil zeggen dat IJs Blokker de winnaar is van deze wedstrijd. Dat betekent dat Norbert, jij gaat in ieder geval door, hè? Joost, helaas, dit was het voor jou met Donald Duck, de knockout show. Graag tot ziens. En we gaan op zoek naar de derde. Kai, kom op je kopje. Ga even zoeken naar de balans. Als ik ja zeg, beginnen we. Ja, Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee. Ja. Klopt, PSV is tweede geworden in de afgelopen competitie. Ja. Klopt, Broekje in de Branding is een liedje van Henk Elsing. Nee. Goed, Gerard Cox. Een bokking is de familie van een haring. Nee. Dus ja, het Panama-kanaal verbindt de Atlantische met de Grote Oceaan. Nee. Ja, voornaam van Chopin en Jean-Louis. Nee. Klopt, is Frederik. De koningin is de voorzitter van de Raad van State. Ja. Goed, het liedje, als het om de liefde gaat, werd destijds gezongen door Saskia en Serge. Nee. Goed, nee, ja, bijna 30 seconden vol. En 6 goeie. Heel goed, Ronald. Zoek eventjes naar de balans. En Ronald heeft hem en ik zeg ja. Het liedje als het om de liefde gaat, werd gezongen door Saskia en Serge. Nee. Maar een ander is netelroos is een inheemse bloem. Nee. Klopt. En hij is er al af. Dat maakt Kai tot de winnaar. Voorlopig. Hij heeft de eerste keus in ons volgend spel. Want daar zien wij naast elkaar staan Peter Zonnemans van de school Joe Andy, de circusschool, op Stelten. En naast hem, etage lager, staat Annette van Iersel. En zij kan fantastisch op een bal balanceren. Ze gaan hier zo 25 meter heen, 25 meter terug een wedstrijd tegen elkaar houden. En Kai, wie gaat dat winnen? Als jij denkt dat de steltloper het wint, is het ja. Ja. Jij denkt van ja, dan ga je voor ja staan voor de steltloper. En dan kiest Ronald voor Annette. Allebei aan klaar voor de start en af. En daar gaan ze. Ah. Peter Zonnemans en Annette van Iersel. Oh, ze houden elkaar prachtig in evenwicht. Het is moeilijk op zo'n bal, hoor. Het is moeilijk. Steltloper neemt een beetje voorsprong. Oh, een prachtige wedstrijd. Uitgevoerd door twee circusartiesten. En dan moeten ze omdraaien daar. Bij die pionnetjes moeten ze omdraaien. Oh, die stelten met die wind. Oeh. Ah, nu ligt de bal voor. Nou ligt Annette voor. Ah, en weer gelijk. Oh, ze valt eraf. Oh, god, oh, god, oh, god, oh, god. Dat kost. Oh, dat kost tijd en achterstand. Steltloper gaat door. Oh, Annette, kom op. Probeer het nog in te halen. Oh, wat een prachtige wedstrijd. En nu, oh. Dan komt ze in de eindsprint, in een eindsprintje. Ja, 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 kom, kom. Ah. Oh, net! Nee, het is een steltloper! Oh, nou. Als ik iets niet verwacht had, was het dat. We zien jou straks terug met de laatste vier, Kai. En Ronald, je ligt eruit. Ah, ik heb niks. Hey, mannen, bedankt. Hij is fantastisch, hè? Dank Ronald. We hebben er nog maar eentje nodig. Misschien is het Hans. Kom op, Hans. Ga staan. Even de balans zoeken. Oké, nou, als ik ja zeg, beginnen hoor. En ja, de rol van de vrouwelijke brigadier in Hill Street Blues wordt gespeeld door Betty Toppers. Nee, hij lag er al af. Geen antwoord. 3 seconden. Kom even hier. Dan loop niet naar huis. Ilona. Huppatee. Daar gaan we. Zoek even de balans. Heb je hem? Gaan we beginnen. Ja, de president van de KLM heet... Ho, oh, en gelijk al mis. Dat is 2 seconden. Dat is Hans Wint. Voor het volgende spel moeten jullie even hier aan de kant gaan staan. Ga even hier staan. En dan kom ik zo bij jullie terug. Samen met zijn producer Gerard Stellaert is hij bezig aan een tweede jeugd. Hij is razend populair in België. We zijn ongelooflijk blij dat hij hier is in de knockout show. Hij zingt Zeg maar niets, hier is Rob de Nijs. Now we're up at last.
Hey. Hallo. Ja, ga rustig door. Ja, ja, ik merk het pak van zanger heeft een prettige kant. Hoi, hartstikke goed. Dat hadden mijn kinderen kunnen zijn. Hè? Hoi. Hallo. Gewoon een set freesiaatjes. Die ruiken zo lekker. Ik zet wel dat bij het nachtkamer. Hoi. En Rob blijft maar bloemen in ontvangst nemen. Maar je bent hier niet alleen om bloemen in ontvangst nemen. Nee, om kussen ook. Kussen, natuurlijk, in Willemstad. Maar wat jullie niet weten is dat hij ook nog behoorlijk potig is. Rob de Nijs, hij kan namelijk vrij goed met gewichten overweg. Vangdrukken, een beetje, hè, Rob? Nou, ik... Conditie natuurlijk. Ik ben wat aan fitness training aan het doen. En daar hoort in... op een matige manier bankdrukken bij. Je moet het niet overdrijven natuurlijk, want het hoeft geen klerenkast te worden. En mijn conditie is natuurlijk niet echt te gek. Maar ja, we gaan het proberen gewoon. We gaan met Rob bankdrukken. Ga je mee, Rob? Dan gaan we eerst even aan de kandidaten uitleggen. Handschoen erbij. Ilona ook. De vraag is, gaat Rob de Nijs? Ja! Ja, dat vinden de dames leuk. De vraag is, gaat Rob de Nijs 10 keer 40 kilo drukken? Ja of nee? Doet hij dat 10 keer? Ja. Ja, dan ga je bij jou staan. Ilona voor nee. Rob, 40 kilo, dat is veel, hè? Ik denk dat ik heel goed getraind ben, dat ik 1 keer 60 omhoog. 1 keer. Maar dit is natuurlijk wat anders, dit is 10 keer. Maar dat is, ik heb het van de week getraind. En de laatste keer, nou, het... Maar ja, we zien het wel. We zien het wel of het lukt. 10 keer 40 kilo, hè? Gaat dat lukken? En tel mee, jongens, voor Rob de Nijs. Daar gaat hij. En dan gaan we de eerste tellen. 1. 2. 5. Het is zwaar hoor. 8. Ja! En dat doet het! Heel goed! Oh, fantastisch! Dankjewel! Jongens, applaus voor Rob de Nijs. En bedankt dat je de knock-out show was. Rob, graag tot ziens! Dat betekent, Hans, dat we jou terugzien zo bij de laatste 4. En Ilona, je ligt eruit. Dit was het voor jou. Tot ziens. Dag. We naderen bijna het einde hier in Willemstad. We zijn met de laatste 4. We krijgen nu de bordjes van de assistentes. En dan kan ik bepalen wie er met wie gaat spelen. En ik zeg, 1 speelt met 2 en 3 speelt met 4. Nou, dat is lekker makkelijk. Jullie blijven hier staan. Het spel, de IJzeren Hein, wordt opgebracht. Jongens, gaan staan. Pak hem vast, zoveel mogelijk ballen. Als ik ja zeg, dan gaan jullie beginnen. 2 minuten speeltijd. En ja, en daar gaan ze. Zoveel mogelijk ballen moeten in die koker. Bovenin, ja, die is al weg, die bal. Ik speel niet te veel tijd in het begin. Niet te snel hoor, die gaan niet te snel. Want je kan in 2 minuten kun je 4 ballen halen hoor. Oh, die is ook al weg. Deze moet er toch in. Ja, nou moet hij erin, nou moet hij erin. Door, 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 door. En 1 erin. 1 minuut 10 gespeeld. Nog 50 seconden. Deze moet je halen hoor, deze bal.
zijn nog niet zo ontzettend op elkaar ingespeeld hoor, deze. Oh, bijna viel hij eraf. En nou moet hij ook erin gaan, deze. Oh, 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 ja, twee. Nog 15 seconden hebben ze, nog 15. Nu zul je risico moeten nemen. Je moet je snel door. Risico nemen in het spel, want het is zo tijd hoor. Ja, en afgelopen. Stop. Zet maar neer. Twee ballen. Ga hier maar staan. Kom hier maar staan. Dan kunnen jullie zien wat de concurrentie gaat doen. Ook voor hun. Kom erbij jongens. Peter, samen met Kai. Ook voor jullie. 2 minuten de tijd. En ja! Daar gaan ze. Laat je niet beïnvloeden door het gefluit van de mensen. Concentreer je goed. Oh, 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 oh. Ja, eerste bal eraf. Tweede bal eraf. Oh, die zitten ook heel veel tijd te verspelen. 2 ballen moeten ze minstens halen. Door, door. Ja, deze gaat het halen, denk ik. Deze bal gaat er wel in. Kom op, door. Nu hebben jullie het tempo te pakken. Kom op. En opschieten en... Dat is 1. Ook. Nog ruim 50 seconden voor je tweede bal. Deze moet erin, hoor. Wil je het halen? Blijf geconcentreerd. Blijf goed kijken naar die bal. Blijf rustig. Ja, en door. Ja, 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 ja. Oh, die gaat het overhalen hoor, die gaat het overhalen. En ja! Nu moet je risico nemen, wil je het nog? Moet je heel snel gaan nu? Nee, valt eraf. Nee, dat halen ze niet meer, stop maar. Nou. Blijf even staan, blijf even staan. Jullie spelen onmiddellijk door. Dat betekent een gelijkspel voorlopig. Spelen we nu 1 bal voor ieder en dan geldt de tijd. Dat gaat nu gebeuren. Jullie beginnen weer. 1 bal erop en wie hem het snelste in de koker heeft, die tijd, die geldt. En af! En daar gaan ze. Wie het snelste 1 bal erin heeft. Ja, het gaat nu om tijd. Het gaat nu om tijd. Het gaat nu om tijd. En door. En door. Ja, daar komt hij boven. Oh, dan ligt lang stil daar. Kost veel seconden, veel kostbare seconden. En... Nee! Ho, ho, ho! Nee! Oh! Dit is een pijnlijke affaire, hoor. Nou ja, dat kan die andere ook nog allemaal gebeuren. Blijf geconcentreerd en ga goed door. Die anderen kunnen ook een paar ballen verliezen onderweg. Ja, daar komt hij boven hoor. Komt hij boven en rustig aan en ja! 1 minuut en 12 seconden. Jongens, kom erbij van. 1 minuut 12.
Oké. Okay. Jullie zijn er klaar voor. Pak vast en... Ja! Daar gaan we. Doen zij het sneller dan 1 minuut en 12 seconden, dan staan zij in de finale. En als ze slim zijn, dan doen ze rustig aan. Want 1 minuut 12, ze hebben even de tijd. Dertig seconden hebben ze gespeeld. Ja, alweer als hij eraf valt daar, hè. Alweer als hij eraf valt. Komt-ie, daar komt-ie. Scherpere tijd, een betere tijd als hij er nu invalt. En ja! 51 seconden. Heel goed, Kai. En Peter. Hartelijk gefeliciteerd. Helaas, hè. Jongens, jammer. Hans, tot ziens. Dat was voor jullie de knockout show. En met jullie tweeën spelen we de laatste 6 vragen. En dan weten we wie er straks met die wereldbol mag rollen. Nog maar 6 vragen. En dan kennen wij de winnaar. Jongens, daar gaat ie. Vraag 1. De Martini-toren is hoger dan de Westertoren. Ja of nee? Ja. Ja en nee. En het is ja. Martini-toren 96 meter en de Westertoren 87. 1-0 voor Kai. Dr. Pulver, Zuid van Favers, is een boek van Toon Kortoogs. Ja of nee? Nee, zegt Kai. En ja, zegt Peter. En het is nee. Het is Anton Koolhaas. Het staat op 2-0 voor Kai. Lenny Koer is ouder dan Patricia Pai. Ja of nee? En ze zeggen allebei ja en het is nee. Patricia is 1 jaar ouder. Blijft 2-0. De oudste zoon van prinses Margriet heet Bernard. Ja of nee? Vraag 4. Ze zeggen allebei nee en dat is goed, want het is nee. Het is 3-1. Je kan nog altijd terugkomen, Peter. 5. Een viool heeft 4 snaren. Ja of nee? En het is ja. Dat betekent dat Kai een fout heeft. Het is 3-2. Het komt op de allerlaatste vraag aan. Nu gaat het gebeuren. Wordt het Kai of wordt het Peter? Voor die geweldige reis. De afstand van de Elfstedentocht bedraagt 230 kilometer. Ja of nee? Ze zeggen allebei nee. Het is nee. En Kai is de winnaar van deze knockout show. Ga je van de kant staan. Neem ik even afscheid van Peter. Peter, wat jammer. Ja, jammer. Ja. Waar had je allemaal heen gewild, jongen? Nou, ik had het over Florida, maar... Ik zal er wat blijven, denk ik. Ja. Oké, okay. Jongens, dit was Peter. Hij kwam helemaal in de finale. Graag tot ziens. En Kai, dat is de winnaar. Kai komt helemaal uit Den Haag. Hoe oud ben je, Kai? 17. 17 jaar. Oh. Waar ben je al geweest op de wereld? Nou, alleen Europa. Italië, Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland, België, Luxemburg. Daar ben je allemaal al geweest. En waar zou je doorgaan heen willen? Alles behalve Europa eigenlijk. Alles behalve Europa. We gaan kijken of het gebeurt. Daar komt de wereldbol aan. En loop met mij mee. En dan gaan we hem die schans afduwen. En kijken waar die op gaat vallen. Oh, rustig aan. En nou gaat hij de schans af. En dan weten we waar Kai naartoe gaat. Ga mee. Kom op, Kai. Kom op. Ho. Daarachteren. Oh jee. Daar. Nou, hij is wel natuurlijk wel blij. Ik hoorde je shit zeggen. Ja, natuurlijk, maar ja, hij is toch onwijs gaaf. Er staan er zoveel werelddelen op en dan valt hij midden met de dinges
op Europa. Nou ja, toch, maakt het nou uit. Ja, ik ben toch wel blij. Kai, ja. Luister goed. Ik maak het goed met je. He? Het is namelijk de grootste hoofdprijs die je kan winnen. Als je op Europa valt. Want namelijk, jij mag kiezen waar je heen wil. Amerika. Wil je naar Amerika? Dan ga je naar Amerika. Kai gaat 2 weken geheel verzorgd. En hij is blij, dat mag ook. Kai gaat geheel verzorgd 2 weken naar Aruba. Voor 2 personen. En ik hoop dat je daar heel veel plezier hebt. Van harte gefeliciteerd. Jongens, applaus voor Kai. En dames en heren, dat was het. Deze knockout show uit Willemstad. Ik zie u graag volgende week terug. Want dan zijn we er met de 4e. En ook dan is de VARA-televisie er weer met de knockout show.